Het is belangrijk dat studenten bewust kiezen voor een studierichting. Dit zei Rano Sumita, onderdirecteur van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs IMEO 1 op de jaarlijkse studierichting informatiebeurs. Met verschillende stands kunnen studenten van het eerste jaar een bewustere keus maken voor een betere toekomst. Op die manier creëer je studenten die met passie hun studie afronden, meent Sumita. We zien dat, we steeds meer gelukkigere studenten hebben natuurlijk. En het slagingspercentage dat gaat ook veel mooier. Maar wat we vooral merken is dat andere zusterscholen, ik weet niet of ze zusterscholen moeten noemen, maar andere IMEO's dat ook meedoen met dit evenement. Dit jaar is ook de eerste keer dat IMEO 6 meedoet met dit evenement, vandaar dat het zo heel groot uitgepakt is. De onderdirecteur voegt eraan toe dat het organiseren van de beurs ook de mogelijkheid bestaat om te werken aan de aanpassing van het onderwijscurriculum van de MEO-scholen. De drempel tussen het niveau van de MEAO-scholen en hoger beroepsonderwijsopleidingen, HBO, kan ook zorgen voor een verwarring bij de studenten. Natuurlijk moeten we gaan samenwerken. Wat ik voornamelijk zie is dat toch met aparte curricula werken. Dat er ook hier niet echt tijd wordt besteed aan de voorbereiding van de studenten. Als ze bijvoorbeeld vanuit hier naar het HBO gaan. Als we bijvoorbeeld naar het curriculum kijken van HBO-opleidingen, zien we voornamelijk competentiegericht onderwijs. We praten daar over verschillende werkvormen en toetsvormen. Terwijl we hier nog niet zo ver zijn. Dan komen ze straks op de hogeschool en dan moeten ze plots een casus gaan verwerken. Dan moeten ze plots niet meer gaan reproduceren, maar gaan analyseren. Dus er moet veel meer aandacht daaraan gaan besteden. Maar daarmee zijn we dus nu wel mee bezig in onze kwaliteitszorg. De beurs werd afgesloten met een korte motivatiesessie, waarbij de studenten de gelegenheid kregen zoveel als mogelijk vragen te stellen over hun studierichtingen.